Ja, beste kijkers, ik stond hier op het schoolplein van het Sofianum te Nieswiller. Diep en doos van het grote Sofianum van Gulpen. En als ik daar zo rondkijk, het is al een beetje troosteloos. Maar het ziet er nou uit dat de school toegeeft hier in Nieswiller. Deze school moet toegaan omdat het leerlingenbestand zodanig aan het zakken is dat het niet meer rendabel is. De eigenaar van de school is de gemeente Gulpen. Ze zijn aan het kijken natuurlijk om toch dit hele schoolproject een andere bestemming te geven. Maar het is nu zo dat zich een stichting had aangediend bij de gemeente Gulpen. En het college is er zeer mee ingenomen. En de stichting, dat is de Agro Leisure Park Stichting uit Zuid-Limburg. En het fijne daar is, dat is een organisatie die deze gebouwen dan verder willen gewoon gebruiken voor het verwerken van streekproducten. En dan heb ik al over fruit. Fruit wat dus door de fruitkwekers werd gemaakt. Ik kan dan verder nog over kaasproducten. Dus eigenlijk hetgene wat dan in deze regio werd gemaakt, werd gekweekt, werd dan verwerkt hey, op de school dan, maar dan door de stichting. En ze kunt dan cider maken en kies. Nu had ik hier even mee gestoord door Adrie Weijenberg, die is van de stichting Kernoverleg Nieswiller. Adrie, goedemiddag. Een nieuwe organisatie, die hoeveel jongeren van Nieswiller en ook vrouwen zijn ingegaan uiteraard. En je hebt allerlei plannen, doelstellingen. Wil je eens iets vertellen aan de kieker over hetgene wat de stichting betekent in deze gemeenschap? Ja, natuurlijk. Nou, de stichting Kernoverleg Nieswiller houdt zich hoofdzakelijk bezig met wat er zich allemaal in het dorp afspelt. Zaken zoals leefbaarheid, wat voor heel erg goed in het vaandeland staat. Zaken als verenigingsleven, het cement van het dorp, laten we maar zeggen, van de leefbaarheid in het dorp. Voor zo'n een vereniging die zich bezighoudt, of een overleg wat zich bezighoudt met problemen die lui hand, die ze dan kunnen droppen en zeggen los daar maar op. Nee, voor zo'n een overleg tussen de gemeente en het dorp, de bewoners, verzoent eigenlijk de oeren en de ouwen van het dorp, verzoent een gemiddelde, verzoent een groep met een bovengemiddelde interesse in het dorp, die ook de hang uit de mouwen willen steken, die daarbij ook wel, soms wanneer ze er koop boven het maaiveld uitsteekt, dat weet ze zelf ook, dan best ook snel slachtoffer. We proberen zoveel mogelijk in ieder geval voor de lui door te zien en te proberen, nu de leefbaarheid te waarborgen, maar ook voor de toekomst te verbeteren. En in dit opzicht is de stichting ALP, Agro Leisure Park, die gauw plannen aan voor dit aan te pakken op het Sofianum, zijn voor eigenlijk wel een beetje dankbaar, want op ons to-do-list, zo wie men dat noemt, staat bovenaan een accommodatie die voor jaren verzekerd is voor de lui, hoe we gebruik van kunnen blijven maken. De cafés zijn bijna toe hey, in hun dorp. Wat is er voor een jaar, wat is er voor 5 jaar, wat is er voor 10 jaar? Dit is wel voor ons, zo wie ik al zei, een waarborg dat we durf kunnen blijven gewoon hey, in het dorp en dat de leefbaarheid beneden hetzelfde biedt of verbeterd werd in het dorp. Ja. Ik heb ook begrepen, Adrie, dus als dit straks hier allemaal gaat plaatsvinden, dat er een af- en aan- en afvoerweg kunt, die verbeterd werd, zodat niet alles door het dorp gaat. Weet je het ook al van? Ja, ik ben op dat overleg van de gemeente, die voorlichting van ALP. En voorhand die plannen, die hadden een hele leuke voorlichting gegeven. We houden een schone presentatie, duidelijke presentatie. Daar wordt ook op te zien dat het gebouw heen en door werd aangepast. Voor sommigen misschien te futuristisch, voor anderen die zeggen ja, het moet een beetje dynamiek uitstralen. Daar komen parkeerplaatsen aan de kant van de nieuwe weg, zal ik maar zeggen. Zo kan het uitgebreid worden. En het grote deel van het verkeer kunt met name vanaf de nieuwe weg en blijft ook aan die kant van wat we zagen, het kasteel en de boerderij van de familie Ploemen. Prima. Nou, ik zou zeggen, tot zoiets dan een Nuits uit Nieswiller. En dit werd zeker vervolgd. Adrie, bedankt. Graag gedaan. Ruimende mond geleden hou hij in de roodzaal van de gemeente Gulpen-Wittem een bijzondere bijeenkomst plaats. Het wordt donderdag 19 december en Carla Meurers, kunstenares uit Ees, beleeft toen een groots moment. Ja, zonder meer. Dat wordt de kroon op mijn werk. Wat gebeurt?
Wat gebeurt het? Nou ja, dat worden dus 10 statieportretten ingeleverd en ik word dus de winnaar. Ja. Maar zo eenvoudig is het niet gegaan, hè? Absoluut. Want dat vereist een grote intensieve voorbereidingsperiode. Zonder meer, ja. Het gaan de vrouwen 8 weken dit ziet vanaf de dag dat ik het lezen. En ik ben dus engweg bezig geweest met het ontwerpen. En daarna heb ik engweg nog nodig gehad voor een studie. Om te kijken of het wel wat ik nog koop hou of dat je het woont. En dan heb ik nog in totaal 7 weken heb ik dus er al gewerkt. En engweg heb ik dus nog gebroegd om te kijken of het hij en daar nog het bijgeschaafd moet worden. En toen kon ik het inleveren. Ja. Doe hij zo kennen, kezen voor koning Willem-Alexander alleen? Hou ik ook kennen doen, ja, maar dat wil ik niet, want ik ben uitgegangen van mijn standpunt van het moderne koningschap. Willem-Alexander hoeft een moderne koning te willen zien. En ik vond dat er Maxima ook bij hoort, want het beïnvloedt toch Willem-Alexander. Maar prominent huurt Willem-Alexander op de voorgrond en Maxima heb ik dus ook het naar anderen geplaatst en het donkerder, omdat het toch een tweede rol speelt. Je bent in die voorbereidingsperiode toch tactisch te werk gegaan, want je had het kleurenpalet aangepast aan de roodzaal. Dat is toeval. Tot op zekere hoogte, want ik hou al in de eerste wegen ontwerp je maat. Ik kleur en ook in de tinten zoals hij in de roodzaal, dus dat cacao kleur en dat gebroken wit. En groen? Nou nee, dat is achteraf eigenlijk een beetje erbij komen. Want toen ben ik ook in diezelfde weg dat ik het ontwerp je maat, dan ben ik onder ons heen komen kijken. En toen zorg ik inderdaad dat die kleuren heel goed passen en dan die bondgekleurde glas- en loodramen hij erbij. Dus ik hou echt gezegd, ik moet het rustig houden en niet in bonte kleuren doen, want anders ten grond van je kleurenspectakel. Had ze ook vooraf op Facebook gekeken, want er waren alle 10 portretten van de inzendingen te zien. Ja, maar dat wordt dus achteraf wie ze dus ingeleverd worden. Toen was het te zien, ja. Ja. Maar daar was ik dus niks van. En dat is toch toeval dat ik op de gemeentewebsite keek, toen kom ik dus erachter dat het ook op Facebook stond. Kent sinds heel in het kort Carla Meurers het zagen over zichzelf, stel dich ins vuur. Du bist autodidact. Ja, tot op zekere hoogte ben ik autodidact. Ik ben in 2005 ben ik begonnen met schilderen. En ik hou in de gaten dat dat heel jong. En toen ben ik dus naderhand, had ik me dat een beetje uitgebouwd voor mezelf. En toen ben ik nog bij een hobby-schilderclub ben ik nog geschilderd. En toen ben ik in 2011 ben ik dus naar de professionele kant gegaan. En toen ben ik op de kunstacademie in Maasmechelen begonnen. Mijn merkwaardige wijs is die talent op de middelbare school niet ontdekt? Nee, ik sprong daar niet echt roes met tekenen en schilderen. Dat echt niet, nee. Christen nu van dit succes, hij, dat ook materieel het had opgebracht, Christen er nu een aparte boost van? Dat ik zei van, ik moet op dat pad weer gaan? Ja, absoluut. Dat word ik sowieso van plan. En wenn ik zie de reacties van de lui die ik ken, dat is natuurlijk super geweldig. En ga ik me meteen dus wel van de nieuwe portretcursus aangemeld in de stijl van de oude meesters. En waar is dat? En dan moet ik voor naar Noord-Brabant, want er zijn niet veel lui die dat kennen, die zich dus die techniek bij kunnen brengen. En op de kunstacademie absoluut niet, want er is geen enemy die die techniek beheerst. Dus ik zal wel moeten en ik moet zoeken natuurlijk, voor te kijken, wie kent dat nog en wie kan mij dat bijbrengen. En dan kunnen ze voor het reizen. Geef ze het portret als specialisme kiezen? Dat weet ik nog niet. Dus ik ben echt nog bezig op van allerhande vlakken van te kijken wat bevalt me en wat is leuk. En maar die techniek die kent ze dus voor alles broeren. Zeer bedankt voor dit gesprek, Carla Meurers. Graag gedaan. Dag beste kijkers van Omroep Krijtland. We zijn in Sleenaken. Vandaag gaan we eens een bezoekje brengen bij de kunstenares Marie-José Hofman, die hier halverwege de Loorberg haar atelier en expositieruimte heeft. Wij wensen u veel kijkplezier. Kijken bij jou in de... Ah ja, leuk! Zo ben je.
Marie-José, gezien het prachtige resultaat van jouw expositie, het moet als het ware toch wel ergens in je genen zitten om op deze manier te schilderen. En hoe is dit eigenlijk begonnen? Nou, tegen mijn allereerste schilderijtjes heb ik gemaakt naar toen ik een jaar of 16 was. Ik heb mijn eerste bijbaantje gehad, aardbeien plukken. En van dat geld heb ik mijn allereerste olieverf en kwastjes gehaald. En kies in de grote stad, of nee, in wijk bij Felix Kunsthandel, zal ik nooit vergeten. Dus dat was best wel indrukwekkend. En ik ben vanaf die tijd ook altijd bijgeschilderd. Om te schilderen heb je natuurlijk ook kwasten, verf, papier, doek en een IA, oftewel een ezel nodig. Hoe heb je dat in die tijd opgelost? Nou, dat ezeltje zette ik, in het begin had ik het gewoon op tafel staan. En ja, het olieverf, je probeert gewoon uit. In eerste instantie had je te dikke kwastjes vaak. En door het uitproberen dacht je, oh, pak toch maar eens een marterharenkwastje, dat vloeit veel beter. En wat waren in de beginperiode de onderwerpen die je het meest interesseerden of gevoelsmatig het meeste aantrokken? Ik denk onderwerpen die toch betrekking hebben op de natuur, dieren, bloemen. Ja. Maar je probeert, ja, tenminste in de beginfase heb ik ook alles uitgeprobeerd. Een stadsgezicht, een stil leven, een zeegezicht. Ja. Dus ook de... Je wil alles een beetje... Maar je blijft er gewoon mee zoeken wat je leuk vindt. Ja. Hoe ga je tegenwoordig te werk als je een mooi onderwerp bijvoorbeeld in de natuur tegenkomt? Je kunt wel beeldvorming in je geheugen opslaan, maar daar zijn toch veel details weg als je thuis komt. Hoe doe je dit? Geef eens een voorbeeld. Als ik ga wandelen of ga fietsen, ik heb altijd de camera bij me. En dan maak ik foto's en... Die worden heel vaak verwerkt in een schilderij. Ja. Of je hebt soms foto's van internet. Dan, ja, dat is makkelijk, want dan heb je natuurlijk al je details. Ik noem maar bijvoorbeeld een levend dier. Beweegt constant, daar kan je niet bij gaan zitten verven. En ik heb geen fotografisch geheugen, dus ik heb... Daar heb je fototoestel voor nodig, ja. Ja. Nee, dat is moed. Zijn er bij jou schilderijen waarbij je nog een paar leuke anekdotes zou kunnen vertellen hoe je tot die schilderijen bent gekomen?
Ja, ik heb bijvoorbeeld het schilderij een beetje New York, dat stadsgezicht. Dat heb ik echt bewust met het paletmes willen maken. Hier hebben we een schilderij. Dat moet waarschijnlijk toch iets van vroeger zijn. Ik ben zelf van boerenafkomst. Dat verloochen ik niet. Daar ben ik trots op. Ik heb nog altijd het beeld voor ogen dat mijn moeder de koeien met de hand deed soms namelken. Is dit ook ergens vandaan gekomen via een foto? Ja, dit heb ik van een foto. Oh, van vroeger nog? Ja. Ja. Dus is dit je moeder misschien? Dit is niet mijn moeder, nee, helaas niet. Marie-José, hier hebben we een mooi plaatje. Waar is dit ergens? Het is ook natuur. Dit is in bovenop Krapel. Daar is een slootje in de mei langs de kant. En daar kom ik met mijn fiets langs. En ik had gelukkig mijn camera bij me. Dus dan worden daar een paar foto's van gemaakt. En dat heeft geleid tot dit schilderij. We hebben ondertussen ook geconstateerd dat je man Leon ook door de kunstkoorts is bevangen. Hij is aan het beeldhouwen geslagen, of zeg ik dit verkeerd? Dat zeg je heel goed. Hij is 4 jaar geleden begonnen naar aanleiding van een uitje met zijn dochter. 2 dagen daarna gingen we op vakantie, dat hij heeft gebeld van koop veilen, koop stenen, want ik ga na de vakantie gelijk beginnen. We gaan eens even een kijkje nemen bij Leon. Kijken hoe hij dat allemaal doet. Raspen, krabben, veilen en schuren, dan krijg je een mooi resultaat, zoals we nu kunnen zien. In een hoekje van je expositieruimte heb ik een paar schilderijen zien hangen die niet zoveel met natuur of met beesten of zoiets te maken hebben. Heb je daar een speciale bedoeling mee? Ja, dit zijn in feite is het speelgoed van mijn kinderen. We hebben er 3, dus, maar die zijn inmiddels al groot. Maar ik had zoiets, die tijd of die kindertijd gaat zo vlug voorbij en dat komt niet meer terug. En ik heb ze in feite ook gemaakt, misschien met het vooruitzicht om oma te worden en dat de kinderen het op hun kinderkamer kunnen hangen. Dus. Marie-José, bedankt voor deze speciale uitleg bij verschillende schilderijen. En tevens bedankt voor het interview en je spontane gastvrijheid. Graag gedaan.